Zeg, welke bus moeten we nemen? Bus 3. En waar moet ik afstappen? Je moet afstappen dicht bij het Sint-Pietersstation. Je zult het wel zien. De bus stopt een beetje voorbij de grote poort van jouw school. Oké. Oké. En rij jij vanavond ook met de bus terug? Ja, natuurlijk. Je zal me wel zien opstappen. Jij zit dan al in de bus, hè? Je mag altijd naast me komen zitten, hoor. Ja, graag. Hou maar een plaatsje vrij. Mia! Hallo, Adita. Kan ik helpen? Ik zoek shampoo, zeep en tandpasta. Waar staat dat allemaal? In de volgende gang, rechts. Shampoo, zeep en tandpasta. Dat staat allemaal vlak bij elkaar. Dank je. Ik zal het wel vinden. Oké. Het dak lekt. De muren zijn vochtig. Dat is niet gezond voor Badu. Hier moet iets aan gedaan worden. €20,55, alstublieft. Alstublieft. Dank u wel. En €28,45 terug. Dank u. Tot de volgende keer dan. Daar. Dag Rick. Hey, dag Koen. We hebben problemen boven. Oei, kan ik met iets helpen? Wel, de muren van Badu's kamer zijn helemaal vochtig. Ik moet dringend iets doen. Ik ken dat. Je moet de huisbaas bellen. Die moet dat oplossen. Goed idee. Ik ga hem bellen. Bedankt, hè. Ja, dag. Papa is thuis. Hallo. Hey. En, hoe is het hier? Ik voel me al wat beter. Hij mag gauw weer naar school. Ziek zijn is echt niet leuk. Ik wil buiten spelen, naar school gaan en met mijn vrienden spelen en met Samira. Samira komt straks misschien. Ah, voor ik het vergeet. Koen nodigt ons morgenavond uit om te komen eten. Oh, dat is tof. Waarom? Het is de verjaardag van Samira. Mag ik ook mee? Ik voel me al wat beter. Ben je misschien bang? Alleen thuis? Nee, ik ben niet bang. Maar ik wil zo graag mee. Natuurlijk. Dag Samira. Hallo. Kom je voor Daan? Ja, ik kom zijn huiszaak brengen. Kom binnen. Ik heb een kaart voor jou. Van wie? Van onze klas. Dat is leuk. Omdat je ziek bent. En ook je huiswerk. Oh, zo mooi. Dit moet je lezen. En daarna moet je die vraagjes oplossen. Oké. Kom je morgen naar mijn feestje? Dat mag, hè, mama? Yes. Yes! En kijk daar eens. Dat dak lekt toch? Het regent binnen.
Ja, er zullen enkele dakpannen kapot zijn. Ik stuur wel iemand om het te laten herstellen. Kunt u ons dan laten weten wanneer? Zeker, ik bel je nog. Ja, ja.